In Nederland stroomt vanuit elk huishouden gemiddeld 500 liter water naar het riool. Per dag. Per jaar maken wij zo'n 38.000 miljoen liter rioolwater schoon. Dit zijn meer dan 1 miljoen tankwagens vol met water. Via het riool wordt het afvalwater naar onze waterzuivering gepompt. Wij hebben in ons gebied 13 van deze zuiveringen. In de waterzuivering wordt het afvalwater schoongemaakt. In dit water zitten onder andere zeepresten, toiletpapier, poep, plas en voedselresten. Maar er zitten ook dingen in die helemaal niet in afvalwater horen. Zoals frituurvet, schoonmaakdoekjes en luiers. Alles groter dan een doperwt zeven we uit het water. Het water maken we in verschillende fases steeds schoner. We voegen bacteriën toe die het water schoonmaken en de vieze deeltjes als het ware opeten. Bacteriën leven van de lucht, net als wij. Daarom voegen we zuurstof toe. Als het water schoon is, moeten we de bacteriën nog uit het water halen. Dat doen we in de laatste stap, de nabezinktank. De bacteriën zinken in deze tank naar de bodem. Die bacteriën noemen we ook wel slib. Dit slib gebruiken we opnieuw om water mee schoon te maken. Van overgebleven slib maken we biogas. Dat gas wordt gebruikt voor stroom en warmte op de zuivering. Extra overgebleven slib voeren we af met vrachtauto's. Gemiddeld zo'n 4 per dag. Als het water schoon is, kan het weer terug naar de natuur. Het schone water stroomt naar de kanalen en beken in de buurt. Wij maken het afvalwater schoon. Wij zijn Waterschap, Hunze en Aas.